We zijn hier vandaag bij Sportpark Zuid, hier in Bussum, bij atletiekvereniging Tempo. We gaan vandaag een start-run-vervolgtraining doen. Dat doen we op de hei zometeen. En dan gaan we het hoofdprogramma gaan we straks buiten doen. Het is een beginnersprogramma wat ontwikkeld is door de Atletiek Unie. Waarbij op basis van bewust hardlopen gaan de mensen in een zevental weken. Beginnen ze bij eigenlijk ik kom thuis van de bank. Naar 3 kilometer aan 1 stuk gesloten hart kunnen lopen. En dat doen we op basis van allerlei soorten technieklessen. Waarbij je dus iedere week een nieuw techniekthema erbij krijgt. Zodat de mensen heel langzaam gaan opbouwen en de techniek zichzelf eigen gaan maken. Wat ik heel fijn vind is dat ik dus door heel langzaam op te bouwen, wat een beetje tegen mijn eigen natuur is, daardoor ben ik nu wel echt een heel stuk fitter dan al maar een paar maanden geleden. En heb ik ook echt wel weer het geloof erin dat ik straks weer lekker zelf ook goed kan lopen. Dus dat is heel, heel waardevol. Mensen die vanuit de zorg komen, die hebben wat meer aandacht nodig. Nou ja, daar hebben we een gesplitst programma voor binnen de Start de Run ook. Die dan gewoon een rustiger programma krijgen. Is Start de Run op ogenzichtelijk iets te zwaar? Dan hebben we het sportief wandelen. Is sportief wandelen misschien nog wel iets te veel? Omdat je echt al een stuk ouder bent, dan hebben we het All Stars programma. Als je kijkt, Start de Run werken we dan vooral met fysiotherapie en met huisartsen. Gewoon puur om aan te geven, jongens, er is aanbod. Als je mensen hebt, die hebben ergens last van, je zou dit ook kunnen voorleggen.